Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Zoals jullie vorige keer hebben kunnen zien, zijn we bezig met een project in opdracht van Rai Carrosserie NL en OOC. Dat is een organisatie, daar zitten een heleboel carrosseriebouwbedrijven bij aangesloten. En die zoeken nog technisch personeel. Als jij interesse hebt om werkzaam te zijn in de carrosseriebouw, check even de link in de beschrijving. Nou, vorige keer zijn wij begonnen met het project. En toen hebben jullie kunnen zien dat wij een Nissan Patrol hebben omgebouwd tot een soort van chassis-cabine. Zeg maar een vrachtwagen zoals die eigenlijk uit de fabriek komt. Maar dan begint eigenlijk pas het echte werk voor de carrosseriebouwer. Dan komt de opbouw erop. En in ons geval willen wij een opbouw maken om boomstammen te transporteren. Dus ja. Dit is onze auto? Ja, dit is het modelletje. Dit hebben wij aangevraagd op de website van Rai Carrosserie. Ja, dit moet weg, want we willen geen schotel. Ik ga even boomstammen zagen. Rongen, oh, rongen eraan bakken. Zo, perfect hè? Oké, zo moet die worden. Ja, het is belangrijk dat de dingen natuurlijk haaks zijn. Dan het laatste gaan we ze aan elkaar maken. En om te weten of iets haaks is, dat kun je natuurlijk met een winkelhaak doen. Maar ja, dat is niet zo nauwkeurig, omdat we dan een hele grote winkelhaak nodig hebben. Die hebben we niet. Wat je ook kan doen is overhoeks meten. Kijk, dan meet je zeg maar van die hoek naar die hoek. En daarna meet je van die hoek naar die hoek. En dat moet dan gelijk zijn. En dan weet je dat het precies recht is. Dus... Dit zijn de stuurschuiven voor de hydrauliek. Hier heb je de P, daar gaat de pomp, die pompt daar olie in. En dan dit zijn eigenlijk allemaal kleppen. Dat is eigenlijk modulair opgebouwd. Kijk, die kun je steeds meer kleppen tegen aanbouwen. Die kleppen die worden bediend door de solenoids die hierop zitten. En een solenoid dat is niks anders dan een elektromagnetische spoel. Dus op het moment dat je hier stroom opzet, er zitten twee spoelen in. En als je dan aan de ene kant stroom opzet, zeg maar... Dan wordt de stuurschuif, de plunger die hierin zit, die wordt naar die kant getrokken. Zet je aan deze spoelstroom op, dan trek je hem die kant op. Dus zo kan je zeg maar, de olie die er hierin gaat van de pomp, die kan je dan ofwel uit deze aansluiting laten komen of uit die. Nou, zo kan je de cilinders heen en weer laten bewegen. Dus dit ding dat controleert eigenlijk die oliestromen naar die kraan. Heel eind zitten bellen met Indy. En we hebben echt, er komen hele mooie spulletjes aan hoor. Dat wordt echt heel erg ziek. Nou, we hebben het even allemaal uitgestald. Moet je kijken wat de spulletjes we hier allemaal hebben. Om te beginnen, hier hebben we een tandpomp met een elektrisch inschakelbare koppeling. Dus we kunnen zo met een V-riem aan de krukas van de motor maken. Verder hebben we hier nog een olietank. Ja, want we hebben natuurlijk nog een tank nodig waar de olie in zit voor de kraan. Filter, retourfilter, vuldopje. Nieuwe slangen voor de,
voor de kraan. Ja, dit zijn gewoon standaard rechte slangen. Die komen bij Indy zo van de plank af. Zo'n hydrauliek slang, dat is natuurlijk wel even iets anders dan gewoon een brandstofslang of zo. Hier zitten dus een aantal inlagers in. Staalinlagers. En die zorgen eigenlijk dat die slang niet kan uitzetten op het moment dat er druk op staat. Kijk, hoe groter de slang wordt, hoe groter de diameter, eigenlijk hoe minder druk dat die kan hebben. Want dan wordt natuurlijk het oppervlak waar dat tegen die druk staat, die wordt steeds groter. Dus hoe groter de slang wordt, hoe dikker dat de wand ook meestal wordt. En dan kan er ook echt veel meer inlagers in komen te zitten ook nog. Om het nog sterker te maken natuurlijk. Maar nu hè, het mooiste. Kijk dit dan. Oh, oh, oh. Afstandsbediening voor de kraan. Het is de ontvanger. Kijk, die moet aan die spoelen komen. En dan kunnen we gewoon lekker op veilige afstand gaan staan zo. Zo de kraan bedienen. Dat is wel fijn, want als het hele ding dadelijk omvalt, omdat we geen steunpoten hebben, dan zitten we er tenminste niet onder. Zo. Ziet er goed uit dit. Dik dadelijk is, ik ga hem starten. Eens kijken of dat dit werkt. Terwijl Dirk gaat beginnen met de verlichting, ga ik ondertussen aan de bladveren beginnen. Ik ben meer van het grofstoffelijke werk dan. Is bijna klaar. Alleen moet nog een beetje verf opgeblubberd worden. Zo. Hey, kijk wie hier is. Frank Tilburgs. Op pillboxen. Jullie zijn een vrachtwagen in het bouwen. En ja, wat hoort er nou onder een vrachtwagen? Een vrachtwagenkistje natuurlijk. Ja, dat is jouw specialiteit, toch? Juist. Ja, mooi, hè? Vandaag alweer bezoeken, hè? Ja, hier is Koen. Dag. En Koen die heeft nog iets voor ons. Hoi, jong. Dat zijn we. Zo, dat is toch even een heel stuk groter, of niet? Oh. Mooi, man. Zo. Het ziet er allemaal leuk uit, maar laten we eens even kijken of we er ook iets aan hebben natuurlijk, hè? Want daar gaat het eigenlijk om.
boot staat al heel tijd in de weg. We gaan hem eruit trekken. Maar ik denk niet dat hij dit trekt. Ja? Nou, het is zover. De kraankeuring, hè. Nou gaan we hem testen. Ja, het is maar goed dat we gisteren al bomen geladen hebben, want ja, anders wordt hij dadelijk afgekeurd. Dan mogen we hem straks niet meer gebruiken. Nee. We hebben weer bezoek. Hier is de keurmeester. Ja. Keurmeester autolaadkraner gaan we dit keer. Ja. We gaan even een testgewichtje eruit pakken om te kijken of die kraan die ze opgebouwd hebben, of dat we die kunnen laten, een keurmerk erop kunnen plakken. Het RAI keurmerk gaan we even een rapport opmaken en even wat test uitvoeren. En waarom moeten mensen nou carrosseriebouw gaan doen? Ja, carrosseriebouw is zo'n mooi breed vak eigenlijk. Nou, wij bouwen voornamelijk vrachtwagens voor gemeentes, voor grondverzetbedrijven, voor hijskraanbedrijven, om die bovenloopkraan ergens in te hijsen of dat soort zaken. Carrosseriebouw is zo breed, niet te noemen. Nou, dus als je aan de slag wil in de techniek, dan is dat sowieso een interessante richting om eens even te kijken. Hè? Van alle markten thuis. Een gewichtje van 300 kilo, ik verwacht eigenlijk dat we daar een mooie test mee kunnen doen. Dat die sowieso stabiel te gebruiken is. Dat laten we even zien met dit testgewicht. Hè. En dan kijken of dat die ook voldoet aan alle andere richtlijntjes. Bij die keuring hoort natuurlijk ook een checklist. Dat is deze. Ik heb natuurlijk al heel stiekem gekeken hoe die kraan in elkaar zit en wat die waarschijnlijk wel niet goed is. Niet goed is? Ja. Huh? Oh, klinkt vreemd, maar het zal waarschijnlijk een papieren kwestie gaan worden. Is het kraanboek aanwezig? Het kraan, dat moeten we zelf schrijven, denk ik. Nee, die is niet aanwezig. Niet aanwezig. Niet aanwezig. Dan gaan we al, hè. Als er één niet in orde is, is die afgekeurd. In principe wel. Certificaat aanwezig? Nee. Hijstabel aanwezig? Nee. Stabiliteitssysteem aanwezig? Nee. Nee. Bouten en moeren? Hebben we niet, hè? Rijwerk, wielen en banden? Die hebben we ook niet. Tjoe, jongen. Elektrische installatie? Oh! Dat is jouw afdeling. Ja, draadjes knopen. Dat heb ik niet gedaan. Daar hangen geen kabels bloot, hè? Nee. Ja. Volgens mij is het allemaal is goed, hoor. Ja. Bevestiging van de bedrading? Perfect uit. Ja, dat is allemaal goed gestikt. Ja, dat is perfect. Nou, dit is dan de sticker die we er ook nog op gaan plakken. Ik heb een klein beetje mijn huiswerk gemaakt aan de hand van de vorige bezoek. Je hebt de video's al gekeken natuurlijk ook, hè? En ik heb wel gezegd dat die gekeurd is op de sticker. Goed heb ik even weggelaten. Nee, ja. Ja, en ik heb toch een rood kruis moeten zetten door het oké-teken. Ja. Bedankt voor de keuring. Ja. Hij is helaas afgekeurd. Dat we niet oké hebben. Maar ik denk wel dat jullie er veilig mee kunnen werken. Ik heb het gisteren ook nog op de vlog gezien met de boomstammen. Een klein beetje goed machinist die kan zijn eigen ermee redden, denk ik. Ja.
Nou, super. Ja, wij vinden hem in ieder geval prettig werken, de machine. Hey, zou jij nou aan de slag willen in de carrosseriebouw? Check dan even de link. Dan ga je naar Rij Carrosserie NL en OOC. Dus ze zoeken nog een heleboel technisch personeel. Ja, het is heel breed. Je kan er alle kanten mee op. Dus ja, ga zeker even kijken. En als je nou meer van dit project wil zien en andere projecten, check ook even ons tweede kanaal, de Werkplaatsvlog. En dan zou ik zeggen, mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende!